staan nu weer bij het Clusius College en nu is het jaarlijkse kerstgala. Dit keer is het wel speciaal, want een deel van de opbrengst gaat naar Serious Request. Jullie doen een actie voor Serious Request? Ja, wij nemen zeg maar kerstdisco over en daarmee halen we geld op voor Serious Request. En we verkopen loodjes. We hebben waardebonnen gesponsord gekregen van Domino's Pizza's. En wij verkopen zeg maar loodjes en aan het einde van de avond worden die verloot. Dus de winst gaat daarvan ook naar Serious Request toe. Waarom doen jullie dit? We hebben vorig jaar al met een groepje vrienden besloten dat we dit zouden doen, omdat we het glazen huis aan het kijken waren in de klas. En wij willen ook later even met de organisatie gaan doen, dus vonden we een mooie koppeling aan ons, aan ons voorwerk, zeg maar. En we doen ook een sectorwerkstuk erop, dat is zeg maar een project wat we moeten doen voor om 4 jaar om te kunnen slagen. Wow, een mooie avond, veel mensen, ook wel leuk en veel mensen hebben ook denk veel aan het Serious Request betaald. En geld geven. Ja, ik denk wel dat voor, ook voor de meiden die morgen naar Heerenveen gaan. Nou, ik denk dat die wel evengoed een redelijke prijsbedrag gaan inleveren daar, denk ik wel. Iedereen betaalt voor een foto en een kerstkaart, bijvoorbeeld kerststerren. Vond je van de DJ's? Ja, gaat goed. Marcel Meijer die maakt er natuurlijk wel sfeer in, hè? Dat wel. Echt goed. En net even een paar keer knallen, wij zelf. Maar ja, het ging wel een klein beetje te hard, maar heel veel mensen vonden het toch wel leuk. Dat viel me toch wel op. En toch zonder drank vind ik het toch heel erg netjes, want meestal draaien wij voor het publiek met drank. Dus echt respect voor het publiek in Clusius Schagen, echt waar. Zou je het opnieuw gratis doen? Ja, zeker weten. Goed doel, een heel belangrijk doel ook voor Serious Request. Zeker weten, ja. Ik zou het zo weer doen. Ja, goeie DJ's. Ik ga lekker dansen, zijn ze meestal ook dus. Mogen we brutaal zijn en vragen hoeveel zit er al in het laadje? Nou, dan mag je me best vragen joh, maar ik heb geen idee hoeveel erin zit. Want ik ben nog maar net achter de kassa gaan zitten en ik weet het niet. Er zat al geld in en het enige wat ik nu doe is een beetje het op orde leggen. Dat is het enige, dus ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik kan wel wat roepen, maar heb je niks aan. Hoeveel heeft u er al ongeveer ingestopt? Nou, ik denk dat het toch al gauw €50 is wat er zo langzamerhand binnengekomen is. En ik zit vanaf 10 voor 11 in een kwartiertje tijd. Hebben jullie een beetje vermaakt vanavond? Ja, ontzettend. We hebben enorm veel geld opgehaald. We zijn er echt heel erg trots op. Ja, precies. Hetzelfde gewoon dat we zoveel geld op kunnen halen. En het was heel gezellig. En iedereen had het naar zijn gezin volgens mij. En het was echt geweldig om te doen. Nu morgen nog inleveren. Ja, we mogen vroeg naar Leeuwarden toe. We gaan eerst natuurlijk hier school opruimen en dan gaan we met z'n allen naar Leeuwarden. Veel succes. Dankjewel. Heel goed weg hoor. De lucht te zien waarschijnlijk op Schagen TV mensen. Maar dan krijgen jullie mezelf te horen.